We zijn er! Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, ach, heerlijk. Zij april? Ja. Ja, dames en heren, hartelijk welkom. Wat geweldig als je er bent, Mirna. Wat heerlijk. Ik vind het superleuk dat ik er ben. Oh, jongens en meisjes, dit wordt zo'n mooie afsluiting van een magische week. Het is echt, ik voel me, deze week voel ik me echt jarig. Ik ben nog nooit zo jarig geweest. Ik ben nog nooit zo jarig gevoeld. En deze week wordt alleen maar mooier en mooier en mooier. Het is een mooie afsluiting om hier gewoon erbij te hebben. Ik ga er alles straks vragen. Ik heb zoveel vragen voor jullie. Oh, ik vind het super leuk om te zijn. Dit is zo cool. Dit is zo leuk. En weet je wat heel erg leuk is? Ik ben er nog eens aan toegekomen, serieus, om alles een soort van op een rijtje te zetten. De rollercoaster van woensdag. Tibor ontplofte alles. En vandaag gaan we daar echt een prachtig mooie in rust, heb ik gehoord, een groei erbij zetten. Want die rust was ik vergeten natuurlijk. Innerlijke groei had je ervan gemaakt. Innerlijke groei. Je hebt er gewoon samen gefuseerd. Gewoon even samen gefuseerd. Dus dan weet je welke sfeer ik mij begeef. Ik ben nog helemaal aan het vliegen van afgelopen week. Dankjewel, dames en heren. Het is fantastisch om deze week met jou door al die processen heen te gaan. Dankjewel voor al je support. We zijn al over 13.000 downloads heen. Die downloads gaan mega. En ik heb jullie beloofd, ja dames, ik beloof, de podcast uitzending verjaardag komt. Er zijn meer dan 9 aparte interviews geweest vanochtend. Ik was hier al heel vroeg om dagen te gaan geven. Want ja, het is de Spanje vrijdag vandaag. Ja. Dus we hebben totaal andere programmering voor aankomende dagen. Just that you know, lieve kijker, lieve luisteraar via de podcast. Want ja, aankomende dagen dan zaterdag, zondag en maandag ben ik er niet. We gaan lekker een weekendje weg. Het is ook tijd om even te gaan slowing down voor de rust. Okay. Dus vanmiddag om 3 uur, dan stopt alles hier. Wordt gewoon achter slot een grendel gedaan, wordt blessed. En daarna ben ik gewoon even 4 dagen gewoon er niet. En dat feels really great. Het wordt ook een celebration dat we met Chantal en de meiden gaan doen. Dus ik heb er echt ontzettend veel zin in. Nou, je hebt dezelfde timing, want ik heb ook gisteravond om 8 uur gewoon... Ja? Wat heb je geboekt? Een strandhuisje. Oh, heerlijk. In Zeeland. Oh, en we gaan gewoon met Hans en ik samen. Nou ja, en 4 dagen heen. Echt waar. En over Hans, er is heel veel groddel over Hans gisteren. Want Raymond van Jessica van Duren, kent dan weer Hans van Mirna. Ja. En die stuurde mij weer een berichtje van, hey, wat leuk dat Mirna bij jou is. Dus weet je, we hebben heel veel geroddeld achter Mirna haar rug om. Nu kunnen we gewoon in haar gezicht gaan roddelen. Dat wil ik dan nu ook weten. Ja, best wel. Hè? Dat is best wel. Ga ik je zo meteen vertellen. Maar jullie voelen het al. Het wordt een prachtig mooie uitzending. En yes, straks om 11 uur neem ik natuurlijk meer dan mee samen naar Clubhouse. Mocht je in Clubhouse willen aansluiten. 11 uur gaan we het hebben over innerlijke rust en groei. Expert interview, dus kom straks kijken. Maar laat ik het over serieuze zaken hebben. Ook al ben ik deze hele week jarig. Want dat is wat ik heb afgevraagd afgelopen maandag. Met deze vraag. Ik weet niet of je het weet. Jouw commitment van de week. Ja. Iedere maandag confronteer ik je met, hey, wat is nou je commitment van de week? Wat wil je nou, wat had je nou gewild dat je aankomt? Als ik die vraag zou stellen, meestal zit ik hier met eentje, maar nu met geweldige expertgast. Wat commitment van de week? Lieve luisteraar, lieve kijker. Heb je idee wat je maandag ging doen? Nou ja, mijn commitment was, nou die heb ik echt gekeken. Dit wordt de allerbeste week ooit. Van afgelopen 365 dagen. Nou, ik kan je één ding vertellen. Ik had niet verwacht dat het zo'n prachtig mooie week zou worden. Dus mijn commitment is echt gegaan. En daarnaast had ik commitment om 13.000 downloads gewoon te gaan bereiken. Het is bereikt. Dus ik heb mijn doelen bereikt. Ik hoop jij ook. Dus lieve podcastluisteraar, lieve livekijker, laat het weten of stuur me een bericht via LinkedIn, Instagram of Facebook. Hey, wat was je commitment en heb je het bereikt? Heb je het niet bereikt? Want dan de meeste luisteraars denken, ja, waarom heb ik het niet bereikt? Dus ik laat het niet weten. Guys, kom op. Echt. 99% van mijn doelen bereik ik ook niet. 99% van mijn commitment bereik ik ook niet. Dus doe even relax, chill. We zijn hier puur om elkaar gewoon te helpen. Stap voor stap. Stap voor stap. Iedere maandag stel ik dezelfde vraag. Iedere vrijdag stel ik dezelfde vraag. Wat is je maandag? Stel ik, heb je het bereikt of niet? En echt waar, ga je zelf niet mea culpa doen. Continu neerslaan als je het niet bereikt hebt. Oké?
no problem. Want dat is nergens voor nodig. Maar het is wel nodig dat je een soort van accountability partner bent. Nou ja, daar ben ik dan. Dan kan ik gewoon lekker je zweep erover laten. Again, ik kan je wel voelen, maar op afstand ben ik iets zachter. Don't worry. En ik mag hier gewoon, ik ben eerlijk rustig groeien gaan denken. Want ik moet wel gaan, gaan we een beetje afstemmen op mijn zondagstem. Kijk, en dan kan ik jou helemaal al voorbereiden. Ja, echt, zodat Chantal straks gewoon een rustige man meeneemt. Ja, dat, nou ja, weet je, als ik straks weg zou gaan, ja, maar ik heb straks nog een training. Dus dan, ja, vanuit die training. Weet je, als je straks bent met de online business campus, laat me weten of je een verschil hebt gevoeld. Dat is goed, man. Dat vind ik leuk. Andere vibe erin. Andere vibe erin. Ja, nou ja, let's see. En weet je, ik vind dit zo gaaf dat je er bent. Ja. Ik vind dit zo leuk. Het is de eerste keer dat we elkaar live ontmoeten. Ja, absoluut. Ik vind het zo cool. Ik ken elkaar pas net. Maar ik mis wel dat schilderijtje achter je. Eerlijk gezegd. Ik moest zo lachen. Want elke keer als ik heb me twee keer gezoomd of zo met Aramiek. En ik heb een prachtig schilderij. Maar dat is een soort van levensgroot ding wat prachtig, achter mij hangt. En dat voelt ook altijd een beetje zo van, oep, sorry. Er zit nog een tweede meer nabij. Maar inderdaad, het is iets heel moois. Ze heeft een goede vriend gemaakt. Ja. En ja, het was zo'n grote verrassing. Dat hem echt zo zelf levensgroot zo op zo'n schilderij. Ja. Prachtig, prachtig. Heel mooi cadeau. Als ik zo kerst naar je kijk, ja, afgelopen kerst. Ja. Oh, wat mooi. Ja, oh, ja. Nou, van die vrienden moet je dat. Kijk. Nou, guys, ik hoor iemand, hey, kijk, Chantal zegt, ik heb de kaarten gekocht. Mijn tweede product is klaar voor de drukker. Maar ik ben nog met deal met de fabriek op de prijs. Great, fantastisch, fantastisch. Even kijken, wat voor kaart heb je gedaan, Chantal? Wat voor de volgende product? Laten we het in de slui doen. Ik ben benieuwd. Want ik wil heel graag even kijken, heb ik alles, ja. Want ik heb net, heb ik echt heel YouTube gewoon afgegaan. En net dacht ik van, ja, dat is wel leuk als ik dat ga laten zien. Wat gebeurt als ik YouTube zie met muziek erin? Bijvoorbeeld van Saturday Night Fever. Ja. Dan wordt meteen de verbinding eraf gehaald. Ja, daar zit de rechten op. Daar zit de rechten op. In één dat keer dacht kan ik, niet. Daarom kon ik je niet vinden. Ik dacht gewoon, shit, ik wilde heel graag gewoon jullie laten zien. Want laat ik beginnen over wat je wilde kijken. Wie ben je en wat doe je en waar kunnen we je straks voor wakker maken? Dat is altijd het begin van het programma. Daarna gaan we diep ziel duiken. Daarna gaan we het hebben over prachtig mooie dingen die je hebt gedaan en doet en zal gaan doen. Dus ja, vertel ons, lieve schat. Daar is de camera. Weet je, vergeet camera, vertel. Wie ben je? Hi. Twee kanten op. Dat kan je heel goed. Kijk, nee, ik ben Myrna van Kemenade. Ik ben 48 jaar en moeder van een dochter van 17. En inderdaad mijn partner Hans samen. En eigenlijk zelf alleen omschrijven, gewoon een enthousiasteling. Daarom heb ik met jou ook zo klik. Dat ik moet gewoon lachen als ik jou zie. Maar ik, ja, dat is maar normaal gesproken horen we elkaar op Clubhouse. En daarna hebben we een Zoom gezien. Dat is ja, grappig, hè? Precies. Maar gewoon, ik hou van het leven. En nou ja, waar we het vandaag ook over gaan hebben is, weet je, ik hou van ondernemen. Ik hou van dingen doen. Verschillende dingen. Ik weet nog dat ik met jou in de Zoom zat. En dat ik zei, ik kan niet kiezen. Maar ik wil ook helemaal niet kiezen. Nee. Want er zijn zoveel leuke dingen. En maar wat ik de mensen ook wil meegeven. Want wat ik wel om me heen zie. Is vaak ten koste gaat van jezelf. En dat is ook wat practice what you yourself tegen absoluut, mij zei. Hè? Dus ik zit hier niet als een guru. Niet als een heilige. Ik ben mens. En ik leuk vind dat mensen dat doen. Alleen zie ik veel mensen dan onderdoor gaan. En dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Dat zou wel de bedoeling moeten zijn. Nou, uit het, en dan kunnen we hier nog vijf wetsen, maar graag. Ik weet zeker dat je het van alles gaat vragen. Nee, wat de bedoeling is, wat ik denk, wat werkt voor mij, vandaar dat ik ook zo sta voor innerlijke rust en groei. Want vaak is het een of het ander. Hè? Dus je kunt natuurlijk op een hutje op een hei zitten en denken van, hey, ik heb de rust. En dat werkt voor iedereen. Jij gaat nu ook op vakantie. Ik ga mezelf eens in Tibet. En denk ik, bijvoorbeeld, hartstikke leuk. Dan heb je een probleem. Ja, hartstikke leuk. En zodra je hier weer in de studio zit, denk je, ja, exact. Maar dus om eigenlijk elke dag gewoon weer met dat stukje van, hey, wie ben ik? Waar sta ik voor? Leef ik vanuit mijn hart? Doe ik de dingen die ik leuk vind? Zorg ik ook goed voor mezelf? Aha, gaan we heel veel dat, over. Ja, daar gaan we zeker over. Ja, want weet je, dit is zo gaaf. Ik herinner me nog bij de allereerste Clubhouse Room dat jij erbij was. Ja. En toen had ik je op het podium gehaald. Of je had aangegeven op het podium te zijn. En ik had een superleuk gesprek. Ja. En toen was er een fotograaf op het podium. Die herkende jou meteen. Ja. Die zei, oh, wat gaaf dat je er bent. En bij mij viel het kwartje natuurlijk, begrijp je. Want ik was helemaal ingezoomd op jou. Je was zo mooi die aan het vertellen in die room. Ik was gewoon over jouw profiel aan het heen gaan. En op een gegeven moment zei ik, ja, jezus, stage entertainment, al die dingen. Haal het allemaal lekker weg. Totdat zij er met maar weet je wel wie ze is? Weet je, zo'n ding van, ik zeg, nou ja, kwartje is bij mij, was je gewoon een profielscan aan het doen. En toen kwamen we er, wauw, wat heb jij een prachtige achtergrond, zeg. Mm. Wat heb je allemaal in godsnaam gedaan? Wat in god, weet je, als je kijkt hoe je vroeger, laten we zeggen, toen je 4 was. Ja. Wat was toen je grootste droom meer?
ballet. Echt? Ja, ja, dat was gewoon echt mijn droom. Echt gewoon, ik had dat helemaal voor me. Ja. Met zo'n tutuutje. Weet je, het Nationaal Ballet. Dat is het niet geworden hoor. De notenkraker dansen waarschijnlijk. Ja, op de... Maar ik was al in gewoon als vierjarige zat ik al gewoon op mijn kamer. Was ik lekker aan het dansen. Helemaal in mijn eigen wereld. Ja, en mijn moeder zei ook altijd, ze zegt, ik vergeet dat nooit meer. Ik denk dat dat nu deelt. Dat ik dus heel vaak zei als dan kinderen aan de deur stonden. Zo van, kunnen we met me spelen? En dat ik zei, moeder, ik wil alleen zijn. En dat ik gewoon boven in mijn kamer, gewoon in mezelf, in mijn hele fantasie was ik aan het dansen. Ja, en gewoon in mijn eigen wereld. Dus ik nam daar ook als kindje gewoon al de tijd om gewoon in mijn... Maar dat is best knap hoor. Nee, dat is niet knap, dat zit in je. Dat is iets wat ik, nou, ik noem het echt wel gewoon een cadeautje, zeg maar. Ja. Dat ik, en dat doe ik dus nog steeds, dat ik altijd de tijd heb genomen voor mezelf om gewoon... Ja, mezelf te voelen, te ontwikkelen, de expressie. Dus vanaf 4 jaar was al eigenlijk van, ik wil dansen. En is dat doel, je hebt het ook altijd over doelen, waar wil je heen? Dat is nooit veranderd. Vanaf kleins af wist ik gewoon, ik ga dansen. En maar in welke vorm dat zou uiten, had ik geen idee. En hoe is dat zich gaan ontwikkelen? Nou, ik wilde dus ballerina worden. Dus toen was ik 11. En toen dacht ik, ga auditie doen voor de dansacademie. Dus echt het conservatorium. Dat was voor Tilburg. En ik vergeet het ook nooit meer. Dat was samen met een vriendin, Linda. Mijn beste vriendin van toen. En zij dacht, oké, nou, dan ga ik ook wel. Zij was heel lenig. En mijn lichaam is van nature niet lenig. Dus ik heb daar best voor hard voor moeten werken. Dus die auditie. En als 11-jarige was ik dus niet aangenomen. Nou, je kunt je voorstellen, Arniek. En wat denk je? Oh, leuk, ik ga wel mee. Die was aangenomen. Die was aangenomen. Ja. En ik dacht echt, nee, hier gaat mijn droom in duigen. En ik was echt heel verdrietig. Ik heb er nog echt over gedroomd en nachtmerries over gehad. Maar goed, zoals ik wel ben, hè, je hoort natuurlijk. Life goes on. En gewoon mijn school, ballet altijd erbij gedaan als amateur. Echt zoveel plezier. Bij Betty Kessens en Vught en in de speeldoos. Dat was... Dat theater, ja, dat vond ik magisch. Theater vind ik nog steeds magisch. Het heeft dus dat, iets, hè, ja, dat heeft iets. Je kan je uit, maar je weet ook dat je een avond geeft aan mensen waar ze zo van genieten. Maar goed, dus ik zat gewoon op de HAVO en toen dacht ik na de HAVO, ik kon dan altijd nemen, nog verder studeren. Dacht ik weet niet. Ik ga gewoon naar Engeland toe en als au pair daar gaan werken, als 17-jarige. In die tijd? Ja, in die tijd. En ik moest zorgen voor 3 van 7 en 13. Je was maar 4 jaar ouder dan een oudste kind. Ja, en dat was een jongetje. Dus even lekker manipuleren. En ik zal je vertellen, ze hebben zeepers voor mij. Hebben ze echt wat je in die film The ziet. Sound of Music, letterlijk. Ze hebben ze letterlijk weggepest. Bij iemand ook een keer de haren afgeknipt. Nou, dat soort dingen. Fantastisch. En ik kwam daar en ik voelde al meteen aan. Super lief in de inborst, maar gewoon... Ik ga helemaal niet jullie vertellen wat jullie allemaal moeten doen. En ik ga... Want dat deed de rest dan. En dat deed de rest wel. Ja. En ik ben gewoon zo van, ik ben er voor jullie. Want de moeder was alleen. Dus dacht ik, ben er voor jullie. En ik ben dus ook met hun gewoon gaan dansen, heel gaan spelen. Maar ook de verantwoordelijkheid bij hun neergelegd. Zo van, hey joh, als jij in die boom wil klippen en je flikkert eruit. Ja, be my guest. He, ik pik je niet letterlijk, op. Dus, ja, zoek het. En toen dacht ze... Wacht. Interesting. Wij mogen gewoon doen wat we willen. Valt niks te winnen. Dat is precies. Nou, ik heb daar een toptijd gehad. En ik ben altijd de weekenden. En toen ben ik vanuit, dat was Sevenoaks. En in het zuiden van Londen, naar Londen. Ging ik altijd naar Covent Garden. En daar had je de Pineapple Studios. Nou, dat was een soort fame school. En daar ging ik dansen. Oh, echt? En op een gegeven moment zeiden ze ook van, why are you not doing something with this? En toen dacht ik, oh, maar ik had buiging in mijn hoofd. Ik ben niet goed genoeg als 11-jarig meisje. Van, hé, je bent niet lenig genoeg, dus je kan bent afgewezen, niet dus afgewezen. Ja, ja. Dus toen was ik 17 en toen zeiden ze daarvan, you have to do something with that. En toen is mijn moeder nog van alles uitgezocht. Maar mam, kan ik nog naar een dansacademie? Ben ik te oud? Ben ik te oud? Precies, ja. Zij is dingen gaan uitzoeken. En toen op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten was er nog een opleiding tot docent dans. Maar natuurlijk ook, ja, je kreeg alle vakken ook nog om zelf te gaan dansen. Dus wel dat zoek het uit. Het is gewoon even een omweg. Ik wil gaan dansen. Dus ik ben in een weekendje gekomen, heb de audities gedaan. En
maar eigenlijk best wel los erin van, joh, ik zie wel, weet je wel. Als het nu had je niks, 11-jarig had je heel veel te verliezen. Ja, en ik zat daar in Engeland en ik vond het allemaal prima. En ik was gewoon mezelf en ik deed mijn ding. En ik geloof dat ik van nou één ronde, dat ik dacht van, oh, man, mooi, ja, weer een ronde verder. Marianne zegt, wat een magisch verhaal, iemand stil. Oh. En Chantal zegt, wat leuk, Charlotte met, betekent zo zingen, Sophie met dansen. Ja, ze dansen en zingen. Ja, en toen dat, was dat je helemaal gewoon... in je. Nou, en ik was aangenomen, maar ik zat nog met mijn moeder zo van, huh? mam. Ik ben aangenomen. Dus dat betekent dat ik na dit jaar als au pair kom ik terug en mag ik naar de dansacademie, mag ik naar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ja, ik weet niet, maar ik toen echt om zo'n klas. En ik ging terug en die kinderen, ik doe het even, mijn kinderen ook toen, zo voelde het heel, heel sterk. We waren ook, wauw, weet je wel. En die hadden zoiets van, oh, maar dat betekent but you're wel. Not gonna stay. En dat was het ook. En dat was eigenlijk na dat jaar. Ja, ik ben trouwens wel na 7 jaar weer staan. En dat was echt met mijn moeder ook. Leuk. Was het een zoontje en 2 dochters? Of hoe nee, was het? Ja, nee, het was de jongste. Dat was Kate. Sven had je Christopher. Die was 11. En Jonathan, die is 13. 2 jongens en een meisje. Ja, en dat was... Wow. Ja, dat, mijn moeder zei ook van meer... In dat jaar ben jij volwassen geworden. Gegroeid. Ja, ik ben toen gewoon met mijn moeder ook gaan schrijven. En... Ja, 17-jarig en je zorg 3 kinderen. En die vrouw was super lief. Andrea was niet heel stabiel. Dus ik liet voor haar ook allemaal van die post-it notes achter. Van structuur aanbrengen. Ja, structuur aanbrengen, maar ook naar de ex toe. En, dus je was haar gevoeden. Ja, bizar. Als ik nu, de dochter is nu 17. En toen dacht ik, maar, heb jij voor 3 kinderen gezocht? Zeg, ja, en eigenlijk ook een beetje voor die moeder. Maar ik dacht er niet bij na. En dat is denk ik ook wel iets van als je... Waar we het vandaag ook over hebben. Als je iets hard doet, je denkt er niet over na. Maar je bent er gewoon. Dus je bij de ander. Presence. Je wil alleen maar helpen. Je wil alleen maar de dag mooi maken voor die mensen. Dan je doet wat er nodig is. Ja, iedere en dag. Nu, maar heel veel dingen als ik terugdenk. Hè, ook mijn carrière daarna denk ik. Heb ik gewoon solo dingen? Heb ik nummers van Barbara Streisand gezongen? Exactly. Ik moet hem niet aan denken. Ik zit nu al dat ik denk van. Oh, dan krijg ik nu al helemaal de zenuwen, weet je wel. Ja, maar dat is eigenlijk zo mooi. Dat kan. Nee, toen gewoon 2 vrienden. Ja, gewoon doen. Ja, wauw. Maar goed, nou ja, om maar... Ja, jij wilde eigenlijk ook het verhaal, hè? Alsjeblieft, okay. Maak me gek. Okay. Ik heb er alle... Okay. Alsjeblieft. Ja. Echt iedereen stil van. Zeg allemaal kippenvel. Dus ga alsjeblieft. Oh. Dit is juist heel mooi, juist. Ja. En zo leren we jou veel beter kennen. Ja. Dat is eigenlijk voor mij stiekem een ontzettend goede netwerk toe. Dan leer ik jou kennen. Ik denk dan dat weet je dat heel veel mensen, die mij dus nu alleen al jaren natuurlijk van de yoga kennen, dit verhaal helemaal niet weten. Dus ga alsjeblieft. De helft weet niet eens dansen op het podium. Of, maar goed. Hogeschool dus van Kunst. Ja, dus ik kwam terug. Ik heb Amsterdam een fantastische tijd. Ik heb nog steeds, dat kan ik bijna wel met, want wij zijn met, volgens mij waren het er 15 waarmee we zijn gestart het eerste jaar. Maar toch best wel natuurlijk een gedisciplineerd vak. En er vallen mensen af of ze worden weggestuurd. En wij zijn we afgestudeerd. En we hebben toevallig, hadden we laatst weer contact. En ja, die band is voor het leven. Je gaat 4 persoonlijke processen. Je geeft jezelf bloot. In die periode, ik begon toen ik 18 was. Ga je van alles heen, maar er wordt ook heel veel van je gevraagd. He, want je moet gewoon toch presteren. Je eet, drink, je doet je eet, alleen maar dansen. Drinken, het was natuurlijk en docentschap, maar je moest ook eigen stukken maken. Maar nou, dat was echt goud. En vooral ook dat zelf creëren, zelf stukken maken. Ik denk dat stukje ondernemerschap, gewoon zelf mogen doen, dat het er altijd in heeft gezeten. En dat vind ik het allerleukste. Ja. Creëren, dingen bouwen. En ik weet nog heel goed, was het in het laatste jaar? Ja, wel. En ik zat hier zo van, ja, oké, ik heb alles wel gezien. Eigenlijk maximaal een beetje, eruit gehaald. En dat was eigenlijk heel lullig om te zeggen, maar ik ging ook echt naar een docent toe van... En ik kreeg al opdrachten. Ik mocht Music Conference in Miami. Werd ik gewoon als... Want ik deed ook al, dat weet ook niemand. Ja, sorry, ik ga van de hak op de tak, hè? Liever. Maar oké. Okay. It's your show. Want tijdens de academie, dus nog wel een heel leuk verhaal... wat heel veel mensen denken van, huh? Dat kan helemaal niet. Dus ik stond met mijn balletschoentjes, met mijn knotje. In Miami? Nee. Dat was nog op de dansacademie, elke ochtend 8:30. Keurig, want ik was heel gedisciplineerd... Maar, Aramiek, wat ik ook deed... en ik weet niet of jij dat weet... Nou, ik stond in de weekenden... stond ik gewoon op het blok te dansen in de It. Yep. In mijn BH, als go-go-danseres. En ik vond dat waanzinnig. En ik kan je vertellen, het was de meest veilige plek. Door die
security. Vanuit je kleedkamer werd je daar naartoe. Niemand komt aan je. En ik kon helemaal uit mijn dak gaan. Was een gay. Die wordt goed voor de danseressen gezorgd. Fantastisch. Dus ik ging helemaal uit. Ik verdiende ook nog. Dus dat was het ook nog. Maar ik stond wel weer op maandagochtend al liggen. Dat is in mijn knotje. Exactly. Ik was er en ik stond daar. Maar dat contacten dus maakte. Dus zo kom ik erop. Doordat ik die contacten maakte en ik leerde mensen kennen. En ik mocht dus mee, ook als go-go danser, naar Miami. En toen ben ik het gewoon gaan vragen. En ik vergeet ook nooit meer die docent die dan ook echt in mijn ogen keek. Want het mocht helemaal niet, want ik zat gewoon op school. En ik moest nog een jaar. Heb ik ook keurig afgemaakt. Maar ze keek me aan. Ga maar. Je mag gaan. Want ik had er helemaal ingekleed. En ja, weet je, precies. Helemaal argumenten. En ze keek me gewoon aan van, ik voel je, ik snap je doet. En het is niet het meest. Het is eigenlijk een moeder overste tegen Maria van, eigenlijk okay, wel. Weet je? Vlieg maar uit. Dus ik mocht daar ook gewoon heen. En nou ja, dat was ook weer zo'n toptijd met z'n allen. Ja. Richard uit Spanje zegt, ik heb ook op dat blok gestaan in woehoe! De hit. Nou, mijn beste vriend Raymond komt zo meteen langs. Die heeft heel veel mooie verhalen over de hit in die tijd. Dus, ja. Oh, en hoe was Miami? Maar dat was ook met zo'n hele crew natuurlijk. En dat was de Winter Music Conference. Dus een van de grootste, waar alle muziekdingen bij elkaar komen. En dat is ook nog wel een leuk verhaal. Toen ging ik, en ik heb ze nog, de rollerskates. Ik heb daar rollerskates gekocht. Oude Nike's, volgens mij zijn ze nu echt gewoon een collector's. En ik ging over die boulevard daar in Miami. En we gingen flyeren. Is dat Sunset of is dat LA? Nee, dat is weer in Hollywood. Dat is Hollywood. Ja, nee, het was echt in Miami. Dus ik voelde me ook echt voor wel als een film zat. En wat gebeurde er? Toen kwam er een vrouw naar mij toe. Ze van, oh, hi Karen. So nice to meet you. En ik zo, Karen. Toen was Karin Mulder. Ik weet niet of je haar nog kende. Oh ja, was toen een heel bekend model. Zeker. En blijkbaar leek ik daar toen op. Ik had mijn haar blijkbaar hetzelfde. Ja. Nou, iets. Maar het mooie was dat Amerikaanse. Het was echt zo, oh, hi Karen. En er kwamen meer mensen om, helemaal. Er kwamen nog wat mensen om me heen. En het grappige was, op een gegeven moment zegt ze, oh, no. Maar echt bijna boos. Boom. Boom. En het was ook meteen klaar. Ja. Ja. En dat was ook zo dat Amerikaanse gebeuren zo van, oh, you're great. Da-da-da-da. En op het moment dat je dus niet die celebrity was, ook, oké, bye. En dat, maar ik moest daar om het zo heerlijk om het mee te maken. Als nuchtere Nederlands. Oh, weet je. En ik heerlijk. Zat dan zeggen, no, I'm not. Maar ze bleef maar door, oh, hi Karen. En ik zo. No. Maar goed. Oh, wat dus geweldig. Dus ik heb daar zulke mooie ook mee. En toen natuurlijk gewoon weer terug op school. En, had je daar niet een trigger? Had je daar niet zoiets van, ik blijf hier of ik ga hier iets mee doen? Of... Nee, maar ik wist wel, maar dat had want ik al. Want je proeft aan iets wat hè, buiten. Ja, nee, maar ik heb nu alweer een verhaal overgeslagen. Sorry mensen hoor. Maar alsjeblieft gewoon lekker doorgaan. Er is zoveel te delen. Ik heb heel veel. En als we een half uurtje later op Clubhuis moeten, dan gaan we een half uurtje later. Don't worry about it. Ik vind dit zo inspirerend. Het reizen, want dat was niet de eerste. Toen ik 15 was, eigenlijk 15, ben ik een maand. Mijn dochters mochten de 20ste niks. Ik ben als jullie luisteren, Sophie, Charlotte, jullie zijn thuis. Dus. Ja, voor lieve kinderen. Ja, ik was 15. Maar ik had dus in mijn hoofd. Ik ga glazen, ja. Iedere keer bij de leeftijd. Ja. Sorry, mijn dochter zegt ook van, hè? Maar ja. Ik was 15 en ik ben toen in mijn eentje naar Amerika gegaan. Ja, dus dat reizen, wat wereld mooi. Ontdekken, zat er toen al in. En mijn ouders, daar ben ik heb echt de liefste ouders ever. En natuurlijk ga ik niet in mijn eentje. Het was, in die zin was het met Access, ja. Uitwisselingsprogramma. Dus ik ging met 30 studenten ging ik daarheen. Zat ik in een gezin met ook 3 kinderen. Super lief, met 3 meisjes. En ik ging daar ook naar school, dus dat was in Long Island. Mm-hmm. En in New York ook naar school, dus ook naar de high school. En iets meer naar de microfoon toe, liever. Ja. Als je moet hoesten, ga maar hoesten, hoor. Ja, doe maar alsjeblieft. Ja, je microfoon is uit en nu weer aan. Hij is weer aan. Geen probleem. Dus ik ben daar een maand geweest in high school, maar je mocht ook gewoon alles meemaken van. Hallo, New York, van Long Island. New York. Dus ik weet nog zo goed dat ik daar liep en dat de rook door die roosters kwam en dat ik dacht van, dat zie je altijd in die films. Ja. Maar ook gewoon. Daar zijn met de andere studenten, bij die kinderen. Ik werd meegenomen met dat Zuid-Amerikaanse leven. Dus als je het hebt over van, hey, in Miami ontdekte je. Maar dat gebeurde daar. Dat was al ver daarvoor. Zeker in zo'n gezin word je meteen geïntegreerd. Ja. Ga je vanuit de locals, niet vanuit toeristisch. Ik werd overal meegenomen. En zij wilden weer Nederlandse cultuur. Dus eigenlijk, ik zei net van 17 en ik ging naar Engeland. Maar het zat er al zo in. En mijn ouders hebben altijd, dat is denk ik wel waardoor ik ben wie ik ben. Ik vind dat dus zo knap. Dat, ja, dat hard volgen,
En dat mogen doen van je ouders. En die zeggen, ben jij gek? Je gaat echt niet in je eentje naar Amerika. Ik ga niet herhalen wat Chantal hier zegt. Want de kids horen. Ik was ook 15 toen ik een vlucht naar Ronald. Yes, dat Chantal! Ja, joh. Oh, I feel ya. Oh, man. Oh, man. Medelijden met me. Ja, bijzonder, hè? Ik luister gewoon echt vanuit alle kanten. Zelfs als ze hier zijn. Ze hebben zorgen om ze. En als ze dan in Amerika. En hoe voor jou die ervaring? Jij kan je vleugels letterlijk gewoon uitslaan, ja, toch? Ja, Broadway. Ik denk dat dat ook komt. Mijn ouders hebben zoveel vertrouwen. Ja, om het zo maar te zeggen, oh, het gaat wel wat dieper. Maar als je het hebt over vanuit yoga, betekent dat ik mag er zijn. Jij mag er zijn. En als jij gewenst bent door je ouders, en dat is natuurlijk niet voor iedereen zo het geval, dat je er mag zijn, dat je er gekregen. Iedereen dat meekrijgt van ouders heeft geluk. Ja, ja, dat is echt. En ik voel ook echt dat ik dat heb meegekregen. En ik denk ook echt dat het baken is, dat de vijfde is. Want ik weet dat ik altijd kan terugkeren. En ik denk dat ik daardoor mijn vleugels kan uitslaan. Want er is altijd een achterban die mij opvangt. Ja. En een trouw, maar ook dus mijn ouders hebben dus ook het vertrouwen in mijn leven. Waardoor je dat ook niet beschaamt. Ik denk op zo'n moment. Onbetaalbaar. Ik probeer dat mijn kind ook mee te geven. Van joh, als er iets gebeurt, lieverd, lieg er niet over. Vertel het me. Alles is nog zo erg. Exact. Vertel het me. Je kan het bij. Mensen zeggen allemaal, wat geweldig. Leuk gesprek, Aramiek. En Chantal zegt nog een keertje. Hmm. Ik was al zo jong aan het reizen. Op 18 was ik au pair in Zwitserland. Ik ben zo blij dat ik het allemaal gedaan heb. Het vormt je. Het maakt je zelfstandig. Je leert kennen. Je leert empathie. Je leert de wereld kennen. En je blijft ook zo nieuwsgierig daardoor. En daarom denk ik dat ik alles wat ik nu doe. En ik ben nog lang niet klaar. dan, en wat had ik gisteren voorspeld? We hadden niet dat. Even een kleine onderbreking. Even een magical onderbreking. Wat voorspelde ik gisteren? Toen we het hadden over vandaag. Weet je nog wel? Dit is zo leuk. Dat we vaker gaan samenkomen, Aramiek. You know? En toen zei hij, ja, we gaan iets van neerzetten, dan kijken we daarna wel. We doen eerst deze, zei ik. Maar ja, ik ben ook gevoelig. Ga op, zeg. Ga op. Ik ben echt zo mooi. Marianne zegt, wat een prachtkerst. En weet dat je ouder trouwt, van je mag er zijn. Richard zegt, ik was ook 15 jaar. Je kent me, Aramiek. En LinkedIn-user, sorry. Het LinkedIn-user. Ik kan hier ben, die zegt nu al, wanneer mag ik bellen, Aramiek? Dus weet je, ik at hem een chocolade, dus misschien kan je me omkopen. Prachtig. Dus lieve schat, ga vooral door. En wat deed het met jou? Dan kom je vanuit 17 jaar, ga je van een ontzettend groot conferentie, je wordt als Karin Mulder gezien, en kom je terug naar Nederland. Wat doet het met je dromen? Wat doet het met je ambitie? Snap je wat ik bedoel? Nou, het rare was natuurlijk, nou dat is eigenlijk niet raar, want dat was daarvoor natuurlijk al, dat ik ook voelde, ik moest natuurlijk nog dat jaar afmaken. Dus ik voelde ook een soort belemmering. Snap je dat? Dat je voelt van... Ja, maar ik heb het 9 jaar lang gevoeld. Ik wil die volgende stap. Maar ik ben ook wel iemand, als ik het doe, doe ik het goed. Dus ik heb het ook afgemaakt. En daar ben ik zo blij mee. Ook onze eindpresentatie met de hele groep. En ik had het nooit ever willen missen. Maar ik wist ook al, oké, dat docentschap, dat heb ik. Want daarvoor was ik natuurlijk opgeleid. Ik wil zelf op dat podium. Oh. Dus eigenlijk kwam dat meisje van 4 jaar... Die kwam terug. Oh. En ik dacht, maar waarom probeer ik het niet? Ja, kan ik krijgen. Maar en het is heel apart dat ze wel op school zeiden van nee, je bent nu opgeleid als docent. Dus hey, als je goed genoeg was als uitvoerend, dan had je wel op die academie gezeten. En ik ben zo blij, nogmaals, doordat ik het vertrouwen van mijn ouders heb gekregen. Joh, volg je hart en denk, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Dus nadat mijn school ben ik allerlei audities gaan doen. En het is niet alleen maar een successtory natuurlijk. Hè? Van de 9 castings, van de 9 audities. Het is een veldslag van 1000 audities. Nummertje 456, dat je denkt, right, en ik moet nog beginnen. Okay. Ik kan me niet voorstellen dat je minder dan 999 keer afgewezen bent. Dat hoort er allemaal bij. Maar ook, en tuurlijk heb ik me ooit wel dat ik van, oh, laat maar zitten, lukt toch niet. Hoe zorg je dat je waarom groter is dan het hoe? Want dat is wat heel veel mensen zeggen. Dan hoor ik startende ondernemers of misschien ook ervaren. Dan zeggen, ik heb weer een 9. Oh, die opdracht ging. Oh, dat gesprek. Ik had zo'n goed gevoel. Ze hebben als product gehad, maar ze kopen niet. Snap je? Want dus audities kopen, hè? Je verkoopt jezelf letterlijk aan de ander. Yeah. Maar ja, na 9
negende keer, 99 keer, 900. Nee, hoe zorg je toen dat je ambitie, dat je verlangen eigenlijk groter was dan het afgewezen gevoel? Want listen, het is niet. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt, zelf ook echt in het hele vorige leven. Dat als auditie die wordt afgewezen, het is niet echt dat je zegt: oh, niks aan de hand hoor, ik groei door. Het is niet zo dat je naar boven gaat. Oh, ik voel. Guys, je wordt gewoon afgewezen. Het is niet. Het is gewoon keihard. Je wordt afgewezen. Exact. En het eerste wat je doet is altijd gewoon. Wat heb ik niet goed gedaan? Ja. Dan komt die innerlijke criticus. Exactly. Had ik beter moeten zingen? Had ik beter moeten dansen? Oh ja, natuurlijk, verkeerde pakje aan. Ja. Ik was niet blij genoeg. Je gaat allerlei dingen door je hoofd wat je niet hebt gedaan. Exactly. Maar ook omdat je om je heen kijkt of je ziet ernaar wie aangenomen. Ik heb altijd weer gekeken van... Gaat moduleren. Oké. Precies. En soms is het ook, ik zei het ook tegen mezelf, meer, je was er gewoon niet goed genoeg. Ja. Punt. Wat betekent dat? Ik kan zeggen, je was niet goed genoeg en in die slachtofferrol. Of je zorgt, level up. En dan is ik ben zanglessen gaan nemen. Meer gaan dansen, naar anderen gaan kijken. En niet in de zin van de anderen kijken. Jaloers. Nee, maar ik leren. Ja. En ik heb nooit gehad van het idoliseren, weet je, hoe noem je dat? Ja, dus als fan of maar meer zo van, wauw. Daar kan ik wat mee. Dus, en dan van iedereen wat. Je bent niet op de minste scene geweest. Ik bedoel, het zijn grote goden der aarde met wie jij gewoon heel veel dingen hebt gedaan. Ja, dat zijn echt gewoon groot. Nou, en ik zie hier Sophie zegt, mijn dochter zegt, dat is waar, volg je hart. Ja, I love you so. Is het beste goed, wat je kunt doen. Dus ook als je mij vraagt van, dus elke keer als je wordt afgewezen ook. En dat is ook niet mijn laatste keer nu, weet je. Dat gaat ook nog vaker gebeuren. Klopt. Maar elke keer, en dat is wat mijn leven zeg maar is, of wat ik ook mensen wil leren is, ga terug naar dat gut feeling. Ga terug, maar dan moet je luisteren naar je lichaam. Dat zit niet hier, dat zit niet in je hoofd. Je gut feeling, je hebt je 100 keer afgewezen. Als jij van binnen, dit wil ik, het is volgens mij waarvoor ik hier op aarde ben, dit is, ik denk, dan ga je door. Maar dat is dus wel, en dat is, als jij in je hoofd blijft zitten en je blijft in die belemmerende overtuiging van ik kan het niet, ik mag het niet, ik zal het nooit lukken, dan kom je niet. En dat vind ik zo mooi wat jij ook heeft gebracht eigenlijk nog door om een lever dieper te gaan dat de. Daar gaan wortelen gaan. Het is ook steeds kwetsbaarder geworden. Dat wel. Ja? Je wordt steeds gevoeliger. Oh, ik voel nu ook mijn voeten en mijn kuiten tikken. Ja? Omdat er gebeurt waar goed zijn. Ze hangen allemaal aan je lippen. Dus maar ik voel hun ook. En dat klinkt heel raar. Dat heb ik afgelopen jaar dus enorm gemerkt. Omdat we dus een middel hebben van online. En ik had niet durven dromen, eigenlijk niet eens bestaan. Dat je echt ook bij jezelf voelt van... Echt? Ja, dat was niet vanuit mijn hoofd. Dat van de week 100 mensen online, zag ik. Ik bedoel, dat kan toch niet dat je niet hebt gevoeld... Dat moet je, maar die voelen die mensen ook. En het is zo mooi dat je dat ook teruggekoppeld krijgt. Hè? Dus dat alles is energie. En wij hoeven niet, kijk, ik voel jou, maar ik voelde jou ook op Clubhouse. En dat is ook een energie. Dan ik heb je ook. Alleen maar audio. 100%. Dan heb je alleen maar audio. En dat stukje, dat als andere zintuigen, dat als dingen wegvallen, wordt het andere sterk. Dus op het moment nu ook, misschien dat nu mensen alleen maar aan het luisteren zijn. Nou, een vrouwke, die zegt, je volgt je ambities waarmaken. Mooi, Mirna. Ja. Prachtige mooie vriendin. Ja. Die is hier aan het sporten. En ik denk wel dat dit de tijd is dat mensen ook voelen dat dat de enige weg is. Want als we alleen maar gaan zitten, ik weet wel dat jij op de cijfertjes bent. Maar als dat alleen maar op dat targets, dalen. Kan je niet halen, maar vooral de manier waarop het proces wordt helemaal niet leuk. Klopt. En ik geloof ook tijdens corona dat mensen gedwongen zijn om te gaan kijken, is dit wil? Is dit de manier vooral? Letterlijk. Zoals stop. Ik het wil. Ho, stop tot hier en niet verder. En ga maar eens even naar binnen kijken. En ik weet van heel veel mensen, die hebben bij mij aan de deur geklopt, help! Dat super confronterend is. Is dat wat ze ook zeggen, van de week heb ik dat een paar keer ervaren, is dat wat ze ook zeggen dat het een awakening proces is geweest? Dat corona of het hele verhaal veel hoger heeft trillen dan dat wij denken? Nou, is dat eigen zon. Innerlijke reset? Eigenlijk is de energie, de higher frequentie zeg maar, die was al lang ingezet. Alleen op het moment, de groep mensen die je daar dan tegen bieden, die hebben een mega conflict gevoeld. En nog steeds. En hoe jij daar weerstand tegen biedt, hoe moeilijk het wordt. Want we zitten in die hogere frequentie. Alleen is het, ga jij daarin mee. Dus op het moment, inderdaad, in die coronatijd, dat mensen voelden van, en misschien niet eens bewust dat die hogere frequentie er is, maar gewoon dat ze voelen van,
gebeurt er van binnen? Wat voel ik? De emoties komen naar boven. Met volle maan. Alles ligt aan de oppervlakte. En daar moeten we iets mee. Of niet. Alleen dan wordt het een struggle. Ja, ja. Everything you resist, persists. Ja. Je ademloos luisteren, zegt Marianne. Oh. Linda zegt, super inspirerend verhaal, Mina. En leuk om naar je te luisteren. Oh, top vrouw, wat ben je. Thanks for creating so much value. Volgens mij, Broen, WhatsApp, volgens mij was degene die het programma wilde komen. Jeroen, je bent van harte welkom, uiteraard. Dus leuk. Ga alsjeblieft door. En toen was je al die wijsheid met je meegenomen. Docent wist je, ah, dat ga ik toch niet worden. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik ben een geboren docent. Ik ben zo'n teacher. eigenlijk ben ik echt van vroeg al, vond ik dat leuk, om zo'n schoolbord. Zo'n lineaal. Ja, lineaal. Ja, ja, ja. En de rode pen. Dat was geen schoolbord. Ik zag het niet. Sorry. En een rode pen. Faals. Ja, precies. Of zo'n goedje. Ja, ik kan heel streng zijn als coach en als leraar. Oh, dit is zo leuk hier. Pim zegt, go with the flow. Chantal zegt, ik vond jou post op Insta met betekent dat Herman van Veen zo mooi. Je noemt hem jouw creatieve papa. Ja. Absoluut, gaan we zo. Ik vind Herman van Veen ook zo inspirerend, bijzonder mens, zegt Chantal. Ja. En Nicole Hovenier zegt, oh, zo leuk weer dit. Ik ken je heel lang. Haar adviezen zijn zo fijn. Eye-openers. Ja, Nicole. Ja, ja. Ik luister nu tijdens mijn nature walk. Hey, hartstikke leuk. Oh, leuk dat je er bent, Nicole. Oh, wat heerlijk. Alle fans zijn online. Ja, dat vind ik dus ook zo mooi, hè. Ik heb dus in die 20 jaar dat ik nu bezig ben. Oh, want zo lang is het alweer. Mijn danscarrière ligt al sowieso niet eens aangekomen. Maar het is al zover arm op achter me. Maar dat de mensen op mijn pad zo trouw en zo lang al bij me zijn. En zo met mij meegroeien. En ik leer van hun weer. En nou, Nicole ook, die denk dat hij alweer 13 jaar bij mij is of zo. Geweldig. Bij de studio. Nou, verbaas me niet. Nou, waarom zouden ze ook bij jou? Ik weet het niet hoor. Ah. Nou, echt niet. En dames en heren, als je denkt van, hey, we zijn er nog lang niet. We zijn er echt nog lang niet. En straks gaat ze ook natuurlijk haar allerbeste 21 clips. Ik heb haar zitten pushen, want ze had 1021. Ik heb haar gewoon 21 van laten maken. Natuurlijk voor de premium leden straks. Dus don't worry. We zijn echt. Echt, dit is pas het begin. Ik zei het gisteren tegen haar. Ze zei van, we gaan het eens neerzetten. Ik weet, zij komt vaak in de uitzending. We zijn bezig om, net als met Rianne, een aantal serie gewoon terugkeer de optreden / gesprekken met haar in te plannen. Want dat, weet je, ik krijg niet genoeg van je. I'm sorry. Ik heb 2 keer met je een paar keer op Clubhouse. Ik zei meteen, weet je, kom, we gaan als eerste gewoon dat knallen. Dus absoluut. En als je kijkt, hè, Mirna, van dat punt van vanuit docent, van teacher zijn. Yeah. Vanuit je hard werken. Vanuit hoe heb je dat kunnen meenemen naar, even vanuit mijn perceptie, redelijk harde musicalwereld bijvoorbeeld. Yeah. Redelijk harde artiestenwereld. Hoe heb je dat gewoon continu kunnen bewaken, geaard zijn? Hoe was dat voor jou? Je hebt niet met de minste op de buurt. Je hebt niet met de minste musicals gespeeld. Je hebt niet de minste liedjes gezongen. Ik bedoel, dat zijn heftessen, toch? Ja, nou, heftig. Ik heb het als zo mooi ervaren. En ook weer, ik vertelde net al, ik hou van bouwen. En eigenlijk, als je aangenomen wordt op zo'n musical, ga je natuurlijk repeteren. En dat is de mooiste periode. Want dat doe je echt samen. En dan zeg je wel, hè, dus de grote namen zouden, Simone Kleinsma, Stanley Burleson, echt daar. Hoogtepunten allemaal opkomen. Ja, 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 dus niet zeker. Het is nu, zeg maar, nu zijn ze met mentoren geworden. Nu zijn ze, ja, die zijn niet verder. Die zijn de beste teachers ever nu. Dus ik zou zeggen, ga hun vooral het leren. Maar want dat toen waren ze aan het opkomen. Zeker, zeker. Dus dat was echt wel in die periode. Gouden lichting, zeg maar. Ja. Die uiteindelijk een musical in Nederland heeft geïntroduceerd. Nou, en ook met Joop van den Ende toen. Joop is gewoon elke dag bijna op de vloer. Dat was een Nederlandse productie, echt helemaal gecreëerd. De allereerste, Pia, toch? Ja, de allereerste met Pia, die was toen ingehaald en die ging het daar doen. En dat was dat creatieproces, maar dat deed je ook echt samen. Dus jij zegt van, hey, je hebt met die allergrootste gewerkt. Maar het mooie is, als wij gewoon in onze kloffies staan, in onze trainingskleding, dan doe je dat ook echt samen. En tuurlijk kijk je wel met bewondering, zat ik echt gewoon als een soort van naar Pia te luisteren en die stem. En daar leer je elke dag van. Maar het hele gebeuren, ik vond dat niet hard. Want ook zij was lerende, toch? Iedereen is aan het creëren en wil gewoon het beste samen maken. Dus ik vond eigenlijk die processen niet hard. Het hard deelte zit meer in de audities. En hoe hard staande kan ik mijn zenuwen bedwingen? Sta ik achter bij wat ik daar te leveren heb? Maar eigenlijk het doen, dat was oké. En natuurlijk wel, wat ik het meest confronterend en te hardst vond, is in Saturday Night Fever, dus mijn laatste, zeg maar, was ik de understudy van Chantal Jansen. En ik was echt de slechtste understudy ever. Volgens?
Oh, echt? Nou, nee. Hoe ook dan? Ook volgens anderen. Ah, op zeg. Weet je waar ik achter ben gekomen? Huh? Ik ben een hele slechte understudy in de zin... Ik vind het heel moeilijk. En dat vind ik ook om zelfs hier nu... Om tweede viool te spelen? Nee, ja. Ja. Nou, dat was wel erg van. Dus ik kan hier zo heel zin gaan zijn. En zo van, nee hoor, is helemaal prima. No way. Dat kan me heel goed worden. Ik wilde gewoon die hoofdrol. Ja. Maar het gekke was, of in die audities... In die tijd met Chantal Jansen, want die was nobody. Die was nog niet. En ik vergeet ook nooit meer dat moment. Zij kwam nog net van de academie, ook voor 42nd Street had ze mij gedaan. En die was upcoming. En ik vergeet ook nooit meer met die Amerikaan, want het was natuurlijk een Amerikaanse producer. Ja. Dus ze stonden daar. En ik denk ook dat daar mijn lot bepaald is. Ik vergeet het nooit meer. Chantal, zij kwam... Wij stonden met elkaar. En ik weet niet eens wat dit nog weet. Maar ik vond het nog heel goed achteraf eigenlijk. Dat ik wist van, hey, hoe is dat eigenlijk besloten wie wordt, hè? En hij kwam tussen ons in staan, een beetje achter ons. En ik denk dat hij het ook toen is gaan voelen. Ze gaan afstemmen. Zo van wie, want ik weet dat hij heel lang op de wip, want eigenlijk moest de keuze al gemaakt worden. En weet je wat ik heb gedaan? Onbewust, ik ben weggelopen. Ah. En achteraf... Weet ik. Als je was blijven dat staan. Was het. Ja, maar toch, Armiek. Dat was intuïtie. Dit is hoe het moest gaan. Ja. Ja. Letterlijk last dance. Nou, serieus. Ja. Mijn leven, wat bij mij past, is wat ik nu doe. En als ik nu kijk naar Chantal, denk ik, heel veel respect voor die vrouw. Zo meeleven. Nee, maar ik vind er zo... Ik moest zo lachen onder. Ze had toen al allerlei grapjes en dingetjes, wat ze altijd wel van die... wat we doen, achter, weet je, wat ze sneren. Maar ik vind het zo waanzinnig wat zij nu heeft opgebouwd. En de carrière en hoe zij zich staande moet houden. Eigenlijk moet ik hier in de clubhouse inderdaad voor high performance. Chantal, bij deze tijd nog... Jansen, Casa 4. Wilt u alsjeblieft bij clubhouse om 11 uur volgende week vrijdag? Als je ja, precies. Helemaal prima. Nee, maar ik heb daar echt respect voor. En ik denk dat wat nu doet, ik niet aan had gekund. Misschien nu. Of niet wilde. Of niet wilde misschien ook. Ik denk dat ik op zeker toen. Ik kon, en nog steeds vind ik het lastig. Ik kan niet zo goed met kritiek omgaan. En dat is wel wat er. Hoge bomen vangen veel wind. En dat is ook hoe meer je eigen ding verkondigt. En dat merk ik natuurlijk zelf ook. Maar ik blijf dat doen. Ik ben daar nu meer gewaard. Om het zo maar te zeggen. En dan, ik doe bewust dit als mensen kijken. Afsluiten, beschermen. Ik bescherm mezelf letterlijk daarvoor. En kijk naar natuurlijk hetgene wat positief is. Maar ik vind het ontzettend knap. Wat zij weet neer te zetten. En hoe zij de carrière heeft laten verlopen. Ja. Dus dat... Maar was niet voor jou bedoeld. Want je wist je voordat je Saturday Night Fever begon. Ik zou straks een auto houden, dus grappig. Dat het je laatste musical zou zijn? Had je die beslissing al genomen? Of werd het halfweg het proces... Of was je dan, nou, ik zie dat. Mm-hmm. Nou, ja, dan komt er weer al. Please do share. Tussen Chicago en Saturday Night Fever hadden wij volgens mij iets van 6 weken. En toen dacht ik, ja, ik kan een beetje thuis gaan zitten. Toen dacht ik, weet je wat, ga ik alleen. Ik ben alleen 5 weken naar Thailand gaan reizen. Ik ben gewoon naar allerlei eilanden, natuurlijk een backpack. Eat, gewoon, pray, love. Maar dat, dan meer naar sessie. Ja, maar gewoon dat ik... Ik ga daarheen, dus ik ben al die eilanden... Ik heb zulke mooie mensen ontmoet. Ik ben dingen gaan schrijven. Maar wat gebeurde daar nou? Ik had van één iemand een tip gekregen. Het was een soort detoxplek. En iemand zei ook van, als je gaat detoxen... dan is het niet alleen voor je lichaam... maar het is ook heel erg goed voor je brein. Dat je alles... Ik kwam toen net uit een lange relatie. Ja, dat was voor mij een soort van... Die was toen vreemd gegaan. En ik ben echt zo trouw als een hond. En ik leef denk ik nog als een soort naïef... En zo van, ik dacht, net zoals dat Sinterklaas niet bestaat. Dat gevoel, zo'n desillusie die je dan krijgt. Dus ik wilde ook alles voor mezelf op je bent op je ziel getrapt, dus... Nee, ik snap het niet, want mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. En die zijn nog steeds verliefd. Je had geen voorbeelden van vreemd gaan. Ik had dat niet. Ja. Ik dacht van, nou, ik heb iemand en daar ben ik voor de rest van mijn leven ben ik daarmee samen. Helaas, het leven kwam voorbij. Helaas, dus dat was de eerste desillusie in het leven. Maar dus ik ben naar Thailand gegaan. En daar was mijn allereerste aanraking met yoga. En dat was voor mij, net zoals dat meisje van 4 jaar, van ik wil ballerina worden. Dacht ik, oh, waarom weet niet iedereen dit? Wat voor doen? En zeker voor mij als danseres, ik was altijd al bewust bezig met bewegen. Maar hier voelde ik van, oh, ik hoef niet op het plaatje. Oh, ik hoef niet op nog verder mijn benen omhoog. Oh, er kwamen emoties naar boven. Ik moest huilen. Ik dacht, wat is dit? Wow. Dus
daar was dat zaadje van yoga. Dat ik dacht, en ik voelde ook meteen alsof zo'n lightbulb moment. Je kende wel van Oprah Winfrey. Weet je, ding, ding, ding. Alsof zo, maar hier moet ik iets mee doen. En ik wist natuurlijk helemaal niet van waar ik nu sta. Yoghurt, Wiemse, 45 mensen bij me werken. En dat het gewoon een bedrijf is. Maar ik wist, en dan kom ik weer op dat gut feeling. Prachtig. Dit, hier moet ik iets mee doen. Dus als je aan mij vraagt van wist je al, is dit your last dance? Ik wist al wel, terwijl ik in de repetities bij Saturday Night Fever zat, ben ik dus ook meteen de opleiding tot yogadocent gaan doen. Dat iedereen zei, je bent echt niet goed bij je hoofd. We doen dit al gewoon. Heb je dus geen tijd, heb je dat tijd kan helemaal over niet. Ga slapen, man. Echt, en dan ging ik op zaterdag op dag, want het is natuurlijk optreden, 7 week, ging ik dat dus doen. En ik nam ook meteen onze crew mee daarin. Van jongens, we doen in plaats van opwarming gewoon yoga. Dus ik heb heel veel mensen ook aangewakkerd die daar ook in spelen. Sander en Marieke die nu ook yoga zijn gaan doen. Oh, wat geweldig. En op een gegeven moment, dus als jij zegt, Lance, en het klinkt heel stom, en dat was ook echt zo van, ik had dus die understudy, waar veel mensen willen staan. Ik mocht zelfs 5 weken lang de hoofdrol spelen toen Chantal in volle maan zat in die film. En op een gegeven moment kreeg ik buikpijn. Dus elke keer als ik daarheen reed. Ja, wijsheid van je ligt daar. Ik zat in de trein naar het Beatrix Theater. En ik kreeg. En ik dacht echt meer na. Verwend kreng dat je bent. Toch wat je wil, kind. Je hebt bereikt wat je wil. Je hebt bereikt wat je wil. En misschien komt er nog meer. En dan heb je buikpijn. En je voelt eigenlijk al. Ik wil stoppen. Het is grappig, want waarschijnlijk in die tijd ook met Saturday Night Fever, Elizabeth, daarnaast Chicago. 42nd nee, Street. Dat was nee. Chantal. Ja, dat bedoel ik. Chicago. Gewoon, ja. Ik bedoel, die muziek gaat heel omhoog. In die tijd was het in de lift aan het gaan. Ik herinner me nog zo goed. Ik liep stage en ik heb toen Joost en Chantal natuurlijk geïnterviewd. Dat was zo grappig. Ja. Om daar te zijn. Maar in die tijd zat het allemaal in de lift. Dus terwijl de markt omhoog gaat, hè, terwijl Jo van Ende groter en groter wordt, terwijl ze erbij komen, hij is op een gegeven moment ook echt stage entertainment gaan worden in plaats van je. Dus terwijl in een opkomende markt waar bij jou dus eigenlijk nog meer mogelijkheden zouden komen. Ja, dat zat er kan wel niet in. Anders, toch? Ik bedoel, als ik daar mijn zin op gezet, want daar geloof ik wel heilig in. Ja. Als de gut feeling was geweest, dit wil ik. Dan had ik daar echt wel. Mega zoals ik wil die tweede die viool niet spelen. Wel voor de eerste viool gegaan. Mogelijkheden. Maar echt, Aramiek, mijn lichaam. En ik heb gehuild ook daar weer om. Omdat ik echt, nou wat ik net zei, meer naar verwend kreng. Weet je, dat je hoofd gaat zeggen, ja, dit kan je toch niet stoppen, dit kan je toch niet achter je laten. En toch voelde ik wil verder met yoga. En als ik durfde het bijna niet eens zeggen tegen mensen. Die zei ook weer, yoga, sowieso kan je daar in dus geen geld mee tijd. Verdienen. De tijd was yoga nog echt zo van een soort Jomanda gebeuren. Ja, 2001 denk Eén, ik. Ja. En dus dat was echt, maar ik ben zo, zo dankbaar en zo blij dat ik ook toen al, toen yoga nog helemaal niet zo op zo'n diep level zat als nu, zeg maar. Dus meer het fysieke. Geïntegreerd was. Het was ja, gewoon was, een soort van. Het was meer een bewegingsvorm nog, maar ik voel al wel. Ja, dit moet de hele wereld weten. En dat ga ik verkondigen. Dat ga ik delen. Hoe en wat weggeven. En echt, ik heb het ook weer met pijn in mijn buik. En ik heb gewoon gezegd, ik ga stoppen. Ik vergeet het ook nooit dat ik daar bij die creative director toen. Erika, ze is nu helaas overleden. En ik zei, Erik, ga stoppen. En ik keek me echt met zulke, maar echt boos. Ik denk dat meer. Joop was ook nog boos. Sorry, Joop. Ik zei, ik ga stoppen. En dat was dus na het eerste jaar al. Ja. En toen zei ze, hoezo? En wat ga jij dan doen? En, Heb je een aanbieding op zak? Ja, precies. Ga je Broadway, want Duitsland? Het was weet vanuit ik Chicago. Wat. Toen was ik, eigenlijk wilden ze bij Chicago mee helpen. Was natuurlijk ook Joop van den Ende. Maar ik had ook die auditie gedaan voor Saturday Night Fever. En eigenlijk bij Chicago, die crew die wilde me daar niet kwijt. Maar ja, ik zei, ja, maar ik wil wel verder groeien. Dus dat was hun dachten van, nou, dan heeft ze iets anders. Ik heb trouwens wel nog, ik had nog een auditie gedaan in Londen, was ik ook aangenomen. Maar goed, en ben ik je heb zou ook overal niet aangenomen ja. zijn geworden. Nou, steeds. Dat is misschien te overdreven, maar die momenten wel. Ik denk dat het nu heel anders zou zijn geweest, want ik zie zoveel. Nou, meer, daar kom je bij far niet eens in de buurt. Maar toen, op dat moment nog wel, was het wat schaarser, de mensen. En ik heb die stappen echt genomen. En ik ben gewoon gestopt. En ik ben gewoon, zonder te weten wat het me zou brengen, ben ik gewoon met yoga verder gegaan. Dus eigenlijk gewoon ook financieel natuurlijk weer. Alle zekerheden. Weer helemaal. Ja, gewoon alles was eigenlijk weg. En ik ben het gewoon gaan doen. Ik vind het echt heel knap, hè? Gek, hè? Als ik ook alweer terugdenk. Nou, gek. Nee, gelijk. Ja. Wat bijzonder. En ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Wat bijzonder, zeg. Terwijl ik die periode
ook, ik had het nooit willen missen. En theater vind ik nog steeds magisch. En als ik heel stiekem ook deep down in mijn hart kijk, en dat was toen al wel, dacht ik, mooi zou het zijn als je gewoon 1 of 2 dagen in het theater tuurlijk, kan. Tuurlijk, dat met jezelf. En de rest, weet je wel? Maar ja, het is natuurlijk all or nothing, hè? Je kan dat alles musicals, niet doen. Maar gewoon, staat niet. Nee. Dus, maar ik ben zo blij met waar ik nu sta. Jeetje. Ik ben helemaal... En iedereen hangt aan je lippen. Het is inmiddels bijna 11 uur, lieve Mirna. Ja. Dus ik heb een voorstel. Gewoon een voorstel. Ja. Want we willen straks ook de 21 tips opnemen. We willen straks op Clubhouse en dat soort dingen. How about dat we de luisteraars gewoon nog even gewoon in deze heerlijke sfeer. Want ik vind hem prachtig, hoe je het benoemt. Oh, by the way, ik vergeet helemaal, daar zou ik mee aankondigen. Mirna is niet met lege handen gekomen. Zo staat hier een heel groot tas met voor Aramiek, voor Lies Mirna. Dus ik ben nu echt een celebrity star. Zeg maar zo'n, I got something from you. Dus ik ga zo meteen je handtekening vragen als je wil doen. Je bent ook niet met... Niet overdrijven. Ja, oh, zeker. Je bent ook niet met lege handen gekomen voor onze kijkers en luisteraars. Want je wil ze ook iets geven. Ik ken je ook als gever. Wat kunnen ze winnen? Want dat is altijd wat we in deze show doen. Ik vind het altijd leuk als ze ook wat voor jou kunnen betekenen, lieve luisteraar. Kijk, wat heb je meegenomen voor ons? Nou, eigenlijk alles wat ik net heb verteld. Hè? Dus dat stukje naar je hart gaan. Zelf voor je lichaam zorgen. En vanuit daar de dingen doen. Ik heb dus een heel mooi online programma gecreëerd. Dat heet Maak je leven lekker. Prachtig. En dat is echt, en op die manier, hè, dus de innerlijke rust en toch te groeien op alle fronten. Want dat ga ik straks ook delen in de tips, hè, als ondernemer. Dat je dus en groeit. Ik geloof in en. Dus het programma heet Maak je leven gemakkelijker. Dat kun je ook zien op online.nl. Ja, maar dat is eigenlijk een programma waar met haar ervaring samen is gekomen. Dus daar zitten 22 yoga-video's in. Daar zitten 15 audiomeditaties die je als een album gewoon in SoundCloud op je telefoon kunt luisteren. Er zitten werkbladen in. Want ik geloof heilig in de combinatie dat je op fysiek, mentaal en emotioneel niveau alles aanpakt. Als je maar één ding aanpakt, dan laat je de rest liggen. Dat is die fiets met de... Ja, alles is met elkaar verbonden. En dat is zo mooi aan dat programma. Dat is in 7 weken... Prachtig. In 7 weken neem ik je echt mee aan de hand. En ik ben er ook dus niet zo van, oh, alsjeblieft, hier heb je een online programma. Ik neem je echt mee, je kunt me altijd nog bereiken ook. En daarmee, en het is al zomaar honderden mensen die hebben dit al gedaan. En die feedback, zo gaaf, het doet nog meer dan dat ik had durven dromen. Dat mensen gewoon zijn gestopt met hun baan. Dat hun relaties verbeterd zijn. Dat ze eindelijk durven te luisteren naar hun hart. En ja, dat gun ik de luisteraars ook. Dus ik geef er 1 weg. Ha, dus, dames en heren, let op. Ik zal even... Want volgens mij zijn het... Ja. De joybringer van de week. Je bent de joybringer van de week, lieve schat. Dus bring the joy. Wat moet ze doen? Wat moet ze doen om hier kans op te maken? Want ik zie allemaal reacties binnenkomen. Dus wat ga je van ze verwachten? Nou, het lijkt me heel leuk. Dit is ook op beeld. Of misschien ben je het aan het luisteren. Dat je ergens goed maakt van ons. Dat we zien van, hey, je hebt naar het verhaal geluisterd. En misschien kun je ook een korte motivatie erbij zetten in je stories. Dat je denkt van, ik heb dit nodig. Ik verdien het. Ik wil innerlijke rust en ik wil groeien. En als je op je hoofd kan staan en weet ik wel. Maar vooral, lieve luisteraars en kijkers, ik wil dat je je commit. En zeker weggeef. Ik weet dat vaak als het dus gratis is, dat ze denken van, ja. Maar dit is super waardevol en ik hoor het van alle mensen die het hebben gedaan. Dus als jij het op de plank legt, mag jij het niet van mij doen. Heel goed. Ja, als je het doet, ga ik ook achter je broek aan zitten, hoe het gaat. Hey. En dan moet je die 7 weken afmaken. Yes. Je hoeft niet meteen te starten, maar je gaat die 7 weken afmaken. Dus prachtig. Commitment... Yes, number one commitment. Dus mocht je kans willen maken op je prachtig programma ter waarde van 975 euro. Dat maak jij ervan. Natuurlijk maak je dat ervan. Jezus, die prijs op de website klopt niet. Het is een foutje. Lieve mensen, had ik te weinig vragen. Ja, hou. Echt. Voor zo'n magische transformatieprogramma mag je veel meer vragen. Dus wil je daar kans op maken? Deel dan onze uitzending via iTunes, via Instagram Stories, via Instagram Feed. Of als je denkt van, hey, op LinkedIn, ik deel deze uitzending. Maar belangrijk is echt belangrijk, want hier zit 2 juryleden. A, moet je mij omkopen, natuurlijk, dat is helder. Maar B, handig als je meer naar erin gaat taggen. Want anders als je zegt... Anders kan ik het niet zien. Ik wil je leren kennen. Ik wil weten wie je bent. Yes. Dus ik ga het maar gewoon doen. Volgende week gaan we de winnaar bekendmaken. Want guys, ik weet niet of jullie het weten. Ik hang aan haar lippen. Ik heb nog 1001 vragen. Dus wil je alsjeblieft weer terugkomen? Want echt, ik heb maar 10% van je verhaal ongeveer gehoord. Ja, met liefde. Kunnen we dat gewoon straks gewoon gaan plannen? Bij deze...
beloven wij, want ik wil nog heel veel vragen over yoga dreams, over hoe ze bij Wendy online als yoga-expert is. Ik bedoel, ik heb hier echt... Over Herman, over de... Ja, ik snap het, er is nog zoveel. Seriously, het is echt gewoon heel veel. En ik, mijn voorspelling, af en toe heb ik van mensen, dat ik van, dit wordt een fantastisch, geweldig vast gast in de show. Nou, dat gaan we gewoon inplannen, want ik heb, seriously, ik heb aan je lippen gehangen, dit is zo gaaf om dit proces gewoon van jou zover te leren. Ik ben echt ontzettend van, dus dat als is, dankjewel voor gewoon voor vandaag, weet je. Yes. 21 tips opnemen, we gaan straks verlaat Clubhouse, gaan we even onze huid duur verkopen. Het is echt zo cool om haar vibratie te voelen. Het is zo cool om haar gewoon naast te hebben, om dan je proces gewoon echt te voelen. Ik denk dat je daarmee, ik zei het volgens mij eerder tegen je, dat er gewoon verfilming slash een boek, het wel eer zou aan je carrière, aan je oeuvre, die zo op deze manier, je bent echt een voorbeeld voor iedere meisje, dat heb ik ook voor vrouw, dat ze hun hart volgen. Dit is zo'n prachtig, mooi voorbeeld van hoe zorg je op het hoge. Ik kan me niet anders voorstellen dat je hebt gevoeld. Nog niet dat je de opportunities hebt gezien en gevoeld. Kan me niet, zeker in die tijd. Zeker in die tijd, met al die investeringen die zijn gaan mega. In één keer was musical een of andere hype die echt... Boem, iedereen, je hoorde ze vroeger naar een cabaret gaan of bioscoop. Nee, we gaan nu naar Scheven, we gaan nu naar Utrecht, we gaan nu naar... Ik bedoel, er is zelfs een hangar. Ik bedoel, fantastisch. Die vastigheid. En dan kies je ervoor om je eigen yoga dreams gewoon te gaan oprichten. Yeah. Hoe je dat gedaan hebt, hoe je als moeder in het leven staat. Ik heb echt 1001 vragen aan je, want dat is echt in jou. dat wordt weer een prachtig mooie uitzicht. Dus iemand dat ik mijn agenda straks met Mirna ga gewoon recht gaan zetten. We gaan voor aankomende 4 weken of 6 weken gaan we een aantal keer gewoon lekker terug laten komen als het je agenda staat. Yeah. Want we kunnen nog zo van haar leren. Echt, seriously. Ik zeg, heel mooi interview. Dankjewel, Mirna, zegt Chantal. Weet je, ik vind het belangrijk dat wanneer we hier een gesprek hebben, dat het niet alleen inspireert, niet alleen motiveert, maar impact en invloed creëert. Want we kunnen lullen als een brugman, maar als het uiteindelijk jou niet aanzet om dingen anders te doen, anders te voelen. Het gaat om het doen, hè? Het gaat om het doen. Hoeveel ik ook van innerlijke rust haal en groei samen kan niet uit. Je kan niet alleen maar hard kijken, je emotioneel en lichamelijk en fysiek en zeker mentaal en spiritueel. Tot allemaal van die wielen die bij elkaar horen. Het zijn allemaal spaters in een wiel. Als een van die spaters ietsjes minder is, dan ga je dat voelen. Het lichaam is een geheel. Je kunt niet zeggen, rechterarm is belangrijk, maar linkerbeen, het is een geheel. En dat, je bent er echt een voorbeeld van. Dus ik ben zo vol van jou. Maar ik moet ook nog steeds, hè? Elke dag daarmee bezig zijn, hè? Ik ben niet klaar, hè? I know. Elke dag moet ik mezelf ook was weer toe... Was het maar zo. Luister. We hadden nog over geduld, weet je nog? Exactly. Jesus Christ. Nul geduld als het om mijn bedrijf gaat. Precies, ik heb geduld voor iedereen, behalve als het om mijn eigen bedrijf gaat. You know? Het verhaal. Dus dat gaan we zeker doen, want ik wil graag naar de blessing of the day gaan. Ik wil langzaam gewoon het gesprek afronden, maar dan weet je, bij deze mijn excuus dat ik niet al jullie vragen heb gesteld, want ik had heel veel vragen binnengekregen. Maar dan gaan we dat volgende keer doen, met jullie goed vinden, want ik wil heel graag zometeen ook die prachtig mooie 21 tips met haar gaan doen. En straks op Clubhouse, waarschijnlijk een half uurtje later op Clubhouse aan de gang gaan. Ze heeft een volle agenda, dus ik probeer haar te comprimeren in tijd die we hebben. Dus weet je, luister, ga Mirna ook volgen op LinkedIn, ga Mirna volgen op Instagram. Ze doet prachtige dingen. Laatst had ze nog een prachtig mooie avond, was dat toch, met die 100 mensen? Ja, dat was... Ik heb foto's gezien. Ze was echt in het licht. Je is gewoon van bovenaf. Ik helemaal niet te zeggen wat het was. Maar je zag echt van bovenaf alle rust bij. Je zag gewoon van die sparklingen. Zag je eroverheen gaan. Die zag je echt. Dus daar wil ik graag... Die magie wil ik veel meer over gaan vragen. Is dat oké? Dat je gewoon... zeker doe ik graag. Kijk. Yes. Yes. Yes, yes, yes. All right, dan ga ik naar de... Nou, mijn favoriet onderwerp van toch even kijken of ik hem erbij kan halen. Want want iedere gast om dan is altijd ons ritueel. Dat is altijd om een blessing van de dag te doen. En daarmee deze week te gaan af. Ik heb al gezegd, lieve dames en heren. Ik heb al gezegd, zaterdag, zondag en maandag ben ik niet aanwezig. Dus je zult morgen, aankomende 3 dagen, mijn interviews horen. Onder andere met Chantal. Want mijn vrouw is op woensdag hier op in de stoel van Mirna gaan zitten. Leuk. Was magisch. Dus ik ga alle interviews ben ik bezig geweest. Vanochtend al heel vroeg ben ik met het snijden bezig. Die ga ik aankomen 3 dagen
met je delen. Want aanstaande dinsdag ben ik dan weer terug met Rianne, mijn andere geweldige gastexpert. Gaan we het hebben over zakelijk succes vanuit het hart natuurlijk. Yeah. Het is echt, jongen, echt, het programma wordt steeds beter en mooier. Dankzij jullie ook, dankzij mijn gasten. Dus dat gaan we doen dinsdag. Dus bij deze ga ik de laatste blessing van deze week doen. We zien elkaar die ochtend om 10:00. En Mirna gaan we heel snel weer terugvragen. Dus bij deze, let's go to this. The blessing of the day. Is hem geworden. Dat is hem geworden. Nou, dat is het. Don't count the days. Make the days count. Don't count the days. Make the days count. Dit is een prachtig mooie rode. Die daar wil ik zomer. Ook een foto van. Mohammed, maar die is van jou. Die krijg je van ons. Ja, als aandenken. Oh. En don't count the days. Make the count van Mohammed Ali. Mocht je denken, hey, ik wil die 62 spiraatskaarten. Waar kan ik die vinden? Check it out. www.mixmediafan.nl. En volg Chantal Meester op LinkedIn. Want dan heeft ze die prachtig mooie kaart gemaakt. Je had al gehoord van vrienden te geven om nog meer. Die komen allemaal aan. Maar check it out. Het zijn prachtig mooie kaarten. Ze heeft zelf getekend. De quotes. Bij iedere ochtend deel ze dat. Inmiddels een mega internationaal bedrijf van het opzetten. Dus daarvoor echt kan je haar gaan volgen. Want dan zie je ook wat ze aan het doen is. Check it out. Dit was het voor vandaag. Even kijken. Dankjewel iedereen die aanwezig was. Muchas bon fin de semana, Santa, zegt Richard uit Spanje. Bij jou ook, lieve Richard. Geef iedereen de groetjes en knuffel aan Bas en alle medewerkers daar. Zo, dankjewel. Even kijken, wie waren allemaal online? Nicole, dat je online was. Femke, Rim, Marianne. Even kijken, Linda zagen we online binnenkomen. Iedereen die online was, zojuist is geweest. Oh, nog Rita. Ik zie zoveel mensen. Hendrik, dankjewel. Dat je er allemaal waren. Wil je als slotwoorden, slotlied richting camera zeggen. Als jij nou een $1 million tip had. Als jij nou één tip had, zeg vandaag, dat verandert je leven, dat gaat je transformeren. Wat zou je tip zijn dan? Volg je hart. Super simpel. Volg je hart. Volg je hart, dat gaan wij zo ook doen. Ik ga zo meteen nog vasthouden voor 21 tips. En straks waarschijnlijk over een half uurtje. Hey, kijk maar, wat voor tijd is het? 11, de engelengetal. Ja, I mean... Engelengetal, niet dat we bevestiging nodig. Ja, ga maar vastleggen. Dit hadden we toch niet nodig, maar dat zie je maar. Zo gaat dat. Inderdaad. Zoek het op, 11, en inderdaad, het is een paasweekend. Heel fijn paasweekend. Iedereen, Semana Santa. Fantastisch, dankjewel dat je er bent. Thanks voor alles downloaden. Mede namens Mina wens ik je een prachtig mooi paasweekend. We zien elkaar dinsdag samen met Rianne. Ze is nog in Nederland. Volgende week is ze in Spanje, in Ibiza. Dus ik wens je een prachtig mooi paasweekend. Weekend. Dus straks op een clubhuis. 20 minuten, dus soort vertraging als je aan het wachten bent. Maar knallen zo met de 21 tips. Ik heb er zoveel zin in. Bij deze de outro. Lieve Mina, wat ben je geweldig. Tot de volgende. Ja, zeker weten. Dankjewel iedereen. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook Hoe of YouTube. Mooi is dat, en je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan maar helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Wat ga ik nu Zoals ik altijd zeg, even wachten, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, ieder uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. See you dinsdag. Even high five. See you dinsdag om 10:00. En straks op Clubhuis. We gaan de 21ste opnemen. Dankjewel jongens. Fijn paasweekend. See you later. Hoi.